Leerkrachten aangesloten bij de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, hebben een afwachtende houding aangenomen als het gaat om de onderhandelingen met de overheid. Op 3 en 4 maart hebben de leerkrachten aangesloten bij de KOB een algemene ledenvergadering belegd, met als gevolg dat er op deze dagen geen les verzorgd door de leden. Voorzitter Bernice Baron zegt in gesprek met onze redactie dat er op 10 maart dialoog is geweest met de directeur van het onderhandelingsorgaan Maurits Hassenkan en de Federatie van Organisaties en Leerkrachten in Suriname, FOLS, waarbij er vanuit de zijde van de KOB een brief met de gestelde eisen is behandeld. Intussen, de leerkrachten hebben het knap moeilijk. Kijk, als er niets gebeurt met je loon, je loon blijft maar op een bepaald niveau. En zaken worden duurder. Brood, een van de basisbehoeften, is enorm prijzig. En met alle gevolgen van dien. Toch? We gaan niet met mensen op de keel praten. Maar we verwachten wel. Het hoeft niet een kolossaal bedrag te zijn. Maar we verwachten wel dat die overheid er wel rekening mee houdt. Dat er iets gedaan moet worden voor de werkende klasse. Toch? We snappen dat het heel zwaar is voor de regering om de eentjes aan elkaar te knopen, dat het moeilijk gaat om salarissen uit te betalen. Maar aan de andere kant moet men ook kijken naar de groep die wij vertegenwoordigen. Wij zorgen ervoor, of wij staan aan de basis van alles dat er eigenlijk voortvloeit in de samenleving. Toch? Wij zorgen ervoor dat de verpleegkundige er is, dat die agenten er zijn. Wij zorgen voor die basis. Baron benadrukt dat het belangrijk is om de leerkrachten de waardering te geven die hen toekomt. Er zal volgens Baron een ultimatum moeten worden gesteld waaraan de regering zich dient te houden. Maar natuurlijk, als de KOB al hier aan tafel zat, hadden wij 100% aangegeven van luister, we geven jullie zoveel tijd. Toch? Ik heb de leiding niet over de VOLS, maar natuurlijk ga je wel aangeven van hier, ik wil dat hebben. De volkspresident ziet het anders, dus hij heeft dan de ruimte gegeven om aan te geven van luister. Oké, wanneer u zover bent, we hebben een voorstel ingediend. En wanneer het OO zover is, dan horen we het wel. Maar als het aan mij ligt, zeg ik van we wachten te lang. Veel te lang hierop. Want als die leerkracht niet goed staat, hoe gaat die leerkracht zo dusdanig gemotiveerd zijn om die leerstof over te kunnen dragen? Je bent al bezig met overlevingskansen en dan nog moet je nog ook dan gaan kijken van hé, ik zit met materiaal tekort, maar ik wil mijn les geven omdat ik dat mensenkind tegemoet wil komen. Toch, daarvoor heb ik gestudeerd. Dat is mijn keus geweest. En als je je werk naar behoren wil doen, moet het ook daarvoor je liggen om je werk te kunnen doen. Baron zegt dat er nu wordt gewacht op het vervolggesprek met het onderhandelingsorgaan. Hassenkan heeft aangegeven om vandaag kenbaar te maken wanneer het volgende dialooggesprek zal zijn, aldus Baron.